spreken iets Engels, waarom zou Amerikaanse mensen ons volgen? Mensen België en Nederland zijn nog altijd genoeg mensen. Dat zijn meer dan 10 miljoen mensen die ons kunnen verstaan. Die kunnen bij een goed om zijn, die jongens. Dat is waar. Nou, wacht je op. We gaan het zien. Oké, okay, zit je klaar? Ik ben klaar. Oh. Ja, we gaan die niet online doen. Vergeet het maar. Pak maar. Vijf, ja. Multiple. Multiple. Ja, we moeten met één controller daarin doen. Zie je? Yes. Ja, pak maar wel, yes. The fuck? Hey, ik ben hier. Ik ben hier. Even kijken waar ik zijn. Wat? Maar, god. Kijk wie er is, dat is voor u. Die? Ja. Oei oei. Ja, oei oei, wat gaat dit geven? Ze biedt Kremie. It's Trivial Pursuit Live! Oei oei, die computer gaat ons ownen, daar ben ik zeker van. Dit zou eigenlijk met Canyon Walker moeten spelen, ik weet al wat antwoorden we dan krijgen. Game on. Oh, jee. Is hier een spelpresentator of zo? First round. First round. Hopelijk iets wat kan. Here's how it works. Ik kan me onder meer volgen. De computer die aangekomen. Landmarks and customs, cultures and places, dat was onze beste vak in school. Ja. Echt oosten. Nee, Los Angeles kan al niet. Ik pak één, ik ga ook wel raden. Oosten is toch naar New York toe? Ja, ik dacht Los Angeles ligt helemaal west. Dat pak ik ook. Ja. Hobbies and games, sport, eindelijk iets wat ik kan. It's time for sports and leisure. Hoe de fuck moet ik dat weten? What the fuck, rood betekent toch gevaar? Oh my god, dat is een fucking dommel. Next up is science and nature. Dat ken ik, die ken ik! Wacht, hè? Is dat niet dat? Ja. Ja, een collie. Ja. Dat is eigenlijk een vraag die ik ken. Ik hoor een collie. We zijn... Ja, we hebben punten gehaald! Eindelijk onze eerste punten. Interesting. Die is aan het klappen. Weet je, ze krijgt entertainment. Prove your mastery of film, television and music, it's all entertainment. What Black Eyed Peas? What the fuck moet ik nou weten? 2010, hè? Yeah, what the fuck moet ik nou weten? Ik luister nog eens Black Eyed Peas. Ik denk dat. Vraag toch wel de vraag over Suicide Silence of zo. Oh, ik heb die uitgegooid. Dat is feeling, toch? Ja, dat liedje was zo in Hidden 2010 ongeveer, als ik me dat goed herinner. Ik geloof dat ik ook. Dat is 2003. Oei. It's your chance to change it up, player 3. RJ, wie is dat RJ? Culture events, both past and present. Let's make history. Wie was de vroeger van het Duitse Derde Rijk? Nee. Normaal moeten we dit weten. We zijn Europeanen, normaal moeten we dit weten. Dat hier, jong. Yes! Ik wist dat het voor 2000 was, dat is het enige wat ik wist. Ik twijfel. Ik dacht dat het 2000 was. Ja, 2002 gezegd. Ja, nee, 2002 was voor mij voor gewoon volkdag. Ik dacht dat het verplicht werd. Dit was voor de financiële markten. Ja, dat is. De financiële markten is altijd iets eerder. Ja,
Of mij staat ik op kop nu. Ik, ja? Nee. En wie is er als eerste? Het podium komt vanaf ook als u zelf. Jij verliest al de computer. Oh, kom aan. Jij hebt gewoon even geluk op alle vragen. Wacht maar. What's next? Second round. It's close call. Let's take a look at the rules. Ik ken dat wel eigenlijk. Take turns picking the best possible answer. Picking, oei oei. Welke acteur is bekend van de romantische films te spelen? Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger. The more points you score. In cursor-based rounds, move the cursor with the left stick kiezen, and select an answer by pressing the X button. En het antwoord daar het dichtst bij is, krijg je meer punten. Het is eigenlijk X. Oh, jij mocht de categorie kiezen. It's your category choice that starts this round, player 2. Ik pak dit dat is allemaal mee. Geography. Ja, map en kaarten kan ik misschien nog iets beter als kunst of zo. Allee. Daar ben ik nog nooit geweest. Ik pak Jamaica. Hoe de fuck moet ik kiezen? Oh, jij moet kiezen. Hé, wanneer mag jij kiezen? Wel, Cuba heeft ook veel volk. Ik gok voor Cuba. Ik weet nog ook. Ik heb er mensen nog iets bij. Ik krijg niet dat je er sowieso punten krijgt. Amai, Cuba. Dank u, Cuba. Dank u voor het sigaren. Elektriciteit. Ik twijfel echt tussen China, Japan en Amerika. Schat. Meest elektriciteit. Ik denk dat Japan het niet heel veel elektriciteit. Las Vegas is de grootste elektriciteit verspillende stad op de wereld. Dus ik heb toch ook voor dingen Amerika's. Oh shit, ik kan het. Dan pak China. De Chinezen kennen ook de correct order. Oh nee, joh. Ik zei tegen dat Amerika dicht met Las Vegas, maar dat China nog meer verbruikt. Van wat verbruiken die Chinezen stroom? Hebben die allemaal 10 PlayStations voor aanstaan in hun huis? Ah, nee, ik weet wat Chinezen doen. Die hebben constant 10 computers opstaan om gold te farmen in World of Warcraft. Dat doen niet toch, die verkopen dat. Het grootste. Ja. Is in China. Hebben. Dat is eigenlijk gok. Amerika is ook wel heel groot. Ah, oh, fuck Amerika hier, joh. Fuck it. Brazilië zal dat niet zijn, dat weet ik nu. Ja, oh, ik mag, nu moet ik tussen eten en die twee shit dingen kiezen. Dat ben ik mee klein. What the fuck, Canada is groter dan Amerika? Dat kan niet, joh. Goed, wij zijn het spel gewoon gemaakt door Russen. Moesten die van Poetin dat erin zetten? Kan toch niet. Ik wist jij dat Canada groter is dan Amerika? Dat kan dan niet, zo kleiner dan. Smallest, België. Ik heb nog nooit van deze landen gehoord. Fiji is toch het kleinste? Dan moet ik dat weten. Fiji is niet groot. Ja, al die landen zijn niet groot, want ik heb er nog nooit van gehoord. Het is van eerst Monaco een land. Dat is geen stad, want die hebben toch een voetbalploeg in de Franse nationale dingen. En in de Franse eerste klasse. Okay. Bermuda driehoek. Let's see who chose back. Fiji? What the fuck? Het Monaco van 2 vierkante kilometer. Ik dacht dat Fiji het kleinste was. Here's the final Monaco van 2 vierkante kilometer. What the fuck? Two. Dat is helemaal niks. Oh, daar kan ik weer. Ja. Sport. Sports and leisure. Daar hebben we nog iets. Ik ben echt slecht. Oh, wacht maar tot we dit met Kenny en Wouter spelen. Dan kunnen we. Oké, dan moet ik denken. Ik weet het al. Which? Sport is de most player, ja. Want dat is pas baseball of rugby. Ik wil welke twee het niet zijn. Mijn computer, yes! Als de computer hier sukkie antwoorden pakken, yes. Ik kan gewoon soccer, dat weet ik, dat is altijd al 11. Maar een baseball ben ik niet meer gespeeld.
Ja, mijn minder vervelend. Maar rugby, ik twijfel aan rugby. Ik wist, ijshockey en basketbal heeft weinig spelers. Dat weten wij normaal ook, want we hebben dat gespeeld bij PlayStation 4. Basketbal, ja. Het is maar 5 spelers, hockey is niet veel meer. Maar baseball, dat is veel meer. In 4th place. Oh, 10. In 3rd. Ik doe beter dan ik echt verwacht had. First place. Rack up those points to get your next wedge. The show's not over yet. Round 3. Switchagories. Time to check out what this round is all about. Take turns picking a category. Oh, nu mag ik time kiezen. To switch those categories. Player 1, wacht, entertainment. Want geschiedenis lang, maar als het over het Duitse derde rijk gaat, geen problemen. Over iets anders. Hoe de fuck, ik kijk nog niet eens Doctor Who. Wat? Ik kijk geen soms Doctor Who. Weet je, Reunited the Present. Ik kijk geen Doctor Who, dus ik ook niet, maar ik denk dat hij toch. Maar ik heb al Day of the Dead, dat is een goede film, man. Ja, Day of the Dog, dat kan je. Kunt je geen vraag stellen over Chocolos van Dammen of zo? Down, but not out. Dat is precies Barack Obama, die verdrietig is al die president meer is. Don't forget about those bonus points. History. Als ze nu een vraag krijgen van Wereldoorlog 2, lag me kapot. Dat krijgen we nooit. Dat zit er wel in. Wacht, ik ken het. Huh? De man moet mijn antwoord kloppen. Dat weet ik niet. Je eet zoveel snoep. Ja, maar ik weet er niet van welke dat is. Ik denk gewoon Mars. Ik heb nog geraden, Mars denk ik. Wat maakt Nestlé dan? Die maakt chocola. Die had er ook een. Of is die in België dat die gewoon wel invoeren of zo? Nestlé, dat is That's how it's done. Nee, die hebben ook al veel andere producten. Archie. Choose wisely, player 3. Fuck ons niet. What the fuck, het sport? Fucking klootzak. Let's mix it up. Die zit niet lager als mij, dus die kiest die altijd. Oh, dat moet ik weten. Giza. Come on, laat me kiezen. Which of the... Come on. Je hebt juist. Dit is de geschiedenis dat ik wel nog ken. Ja, ik ook. Als ik me verveelde, keek ik gewoon dingen. Discovery Channel en National Geographic Channel en die toestanden. Player 4, pick your bonus entertainment. Maar wat voor? Ik wil sport vragen. Ja, wie de fuck moet ik dat weten? Wat een loud audio star, please. Ik kijk op één. Ik weet dat ding is Steven Seagal, de flik is hem, maar die zijn er niet in. Ik denk gewoon die. Ik ga ook gewoon gokken. Dat is papa, ja. Ik ken dat programma nog niet eens. Mijn vader wil dat kennen. Ja, vraag zelf even, vraag je pa een bericht zo. Pa, wie is echt de flik in Law & Order? Zo, maar vraag je me nu? Voor 18 jaar. Pick your bonus category, player 1. Science and nature. Science and nature. Heb ik nog iets kans om punten te scoren? Ik had zo'n 3 of zo. Hé? Nee, Kevin. Jawel, Kevin. Nee, stop nou weer listen. Ik kan er echt niks. Ik heb ons die poten gedaan. Ja! Wat is dat voor een vraag? Ik zeg toch een kikker? Stel een vraag van dieren. Let's switch up the categories. Player 2, ja, take your pick. Ja. Entertainment. Zelfs een vraag over Jokkel of Van Damme, dat kennen wij tenminste wel. Nu gaan we weer eens krijgen als we die kennen. Don't let it go. Ja, dat is niks, hè? Ik ken dat, ik heb gewoon gegokt. Dat is Gravity, dat moet Gravity zijn. Elysium heb ik gezien en Star Trek in het dag. Er is geen enkele zegt
Don't let it go. Nee, de tagline is, in, is op de poster. Dat zit hier in de film zelf. Ja, dat is Gravity, dat heb ik. And for our category choice, arts and literature. Fucking. Godverdomme. Klop ik hier af, hè? Het is wel gezien van Stephen King, The Shining Just Grow. Is dat normaal niet The Shining 2 dat dat moet zijn? Mile 81, pak ik. Dat is verliezen. Ja, de computer zal voor ons weer aan het inhalen. We zijn dan verliezen. What the fucking sequel? Dat is normaal dat door The Shining 2. Ja, maar wat heeft dat met art te maken? Art, ja, boeken zijn kunst. Arts and literature. Oh my god. Literatuur. Literatuur, dat zijn boeken. Hopelijk een comicboek van Marvel vraagt nee. Wat? Hoe? Shakespeare, what the fuck kan ik dat weten? Ik pak gewoon Horatio. Ik heb Macbeth. Horatio van... Die was de fuck wil je weten wie ze is? Horatio, weet je waarom ik niet pak? Maar ik dacht dat dit... In fourth place. Ik pak gewoon dingen handen. Wat heb ik hier ook weer gepakt? In second. Ja, nu heeft de computer ons ingehaald. First place. Nee, voor één ronde. Ja, wat gaan we nu nog doen? Die computer die gaat je vragen pakken dat wij niet kennen. Dan zitten we daar weer. Ik ben laatst, dus ik mag weer kiezen. Let's see what the next round is. It's Grab Bag Blitz. Here's how it works. Act fast and pick an answer. Ik hoop niet. Shit. What category should we start with, player 2? Entertainment. Makkelijk zullen we ons. Als we nu vragen stellen van fatsoenlijke films. Oh, dit moet ik normaal wel kennen. Ja. Stephen King. Ah, daar. Ik heb hem juist. De Shining, dat had jij al gepakt, dus ik kon het niet pakken. Ik ken mijn Stephen King films. Carrie is ook dingens. Ah ja, come on. Nee. Ach, godverdomme. Zie, ik ken mijn Stephen King films, ik ken die. Ik ken een paar van die films, niet allemaal. En nu wil die twee flikken wel. Ik heb ze allemaal gezien, dus daarmee dat ik ze ken. Eigenlijk is de vraag die goed was voor mij. Ik ken een paar van Stephen King, maar jij hebt de Shining al gepakt. The Mist en zo, Carrie, dat moet je toch allemaal weten. Carrie, ja, maar jij die man al gepakt. Country Musicians. Ah, godverdomme. Johnny Cash. Godverdomme! Brad Paisley. Jij hebt Johnny Cash gepakt hier, jong. Ik ken het niet. Heeft Taylor Swift ook in de film gespeeld? Taylor Swift niet. Dat weet ik niet. Right. Ik heb Johnny Cash van u gestolen. Ja. Hoezo kent geen Johnny Cash? Oh, kom aan. Hoeveel festivals hebben we gezien dat die ding is Johnny Cash opstond? Dus dat weet ik sowieso. Def Jammer. Oh, dit is een vraag voor mij. Come on. Beastie Boys. Ja. Yeah. Dit is echt een vraag voor mij. 7. 2. Just nee. Oké. Beyoncé! Ja, Beyoncé, waar is dingen? Waar is Bruno Mars? Daar! Voilà! De Backstreet Boys zal het ook wel zijn. Ik weet ook iets. De Rolling Stones. Nee. Oh yes! New Kids. Think, nee. De Blues Brothers! Dat is waar. Ja, maar ik heb weer alles juist. Dit zijn eigenlijk, ik heb de perfecte categorie voor meegekozen. Very nice. Last question. Good luck with the next question, alles juist hebben player 3. Oh nee. Come on, entertainment. Ja, maar het kan zijn dat nu zijn vragen die je niet kent. Wel, welke metal albums scoren goed? Top 10 sci-fi.
Ah, ik weet het al, ik weet het al. Blade Runner. Alien. Staat trouwens de rest ergens tussen. Komaan. Terminator. Oh. Ah nee, Inception is ook een... Dat is ook science fiction film van ja, maar Terminator is ook een topfilm. Ja, pak 2 hè. Terminator 2 hè. Wat een Matrix, dat is toch een science fiction film? Dat is niet top 10. Hoe kan dat? Die was heel goed. E.T. wel. The Day the Earth Stood Still. Ja, klopt dat niet, jong. Oh, ik heb nog altijd goed gespeeld. Ik heb 2 punten gescoord. What a round! Ik had er echt verwacht, Terminator 1, dat daar ook zo in komt. And we have a tie for third place. In second. Wat? Star Wars! Ja, what the fuck? Zit Thanos er niet in of wat? Oh, je bent derde. Je kunt er altijd tweede worden. Ik weet niet of je erin kan halen. Ja, maar ik moet nog twee dingen halen. Ik weet niet of je erin kan halen. Dat is de eerste vraag, sport en entertainment. Zijn ze te aken met chillen? Answer a series of rapid-fire questions. Hoe noemde de boek die Adolf Hitler schreef? Mein Kampf! Daar gaat dan nog nooit in komen. Dat kan erin zitten. Oei oei, als je het fout hebt, dan heb ik naar beneden gezien. Culture adds both past and present, it's history! Wat was het? Don't worry, yes. You'll be back die film heb ik gezien, daarmee dat ik dat weet. Last player standing in the category gets the wedge. Oh, ik moet nog maar één ding in juist zeggen. Heb ik gewonnen? Heb ik er een ding in vol? Entertainment. Film, music, television, it's all in entertainment. Chef Quops. Ik ken die mens niet. Survivor. Oh ja, ik heb nu al meer dan 11 juist. Oh nee. Het is Spider George of Novel Nightseed. Oh, is het wel. Ja, ik ben tweede! Het is een Diamond Moon bij een Stars Confessor Secret. Ja. Je weet dit als Big Brother! Big Brother zit hier altijd die kamerdingen uit te leggen. Oh, zie ik al die trofies binnenhalen. Hype, hype. Ladies and gentlemen, we have a winner! Ik ben al blij. Dude, hoe de fuck heb ik gewonnen? Ik heb gewoon geluk gehad met die vragen van die artiesten en zo. What the fuck ben ik tweede geworden? Omdat we geluk hadden met die entertainment vragen. Dude, dat is niet zo wat goed kunnen. Entertainment en sport. En ik heb kijk. We hebben ook 0 vragen van sport gehad. Ik heb meer punten bij science. Wat de fuck heb je gedaan? Dat heb ik er altijd niet. Ik zou een bom met jou. Oh, we hebben geen sport. Ik heb gewoon een 50 gehaald. Ik heb geen moment. Zie maar, hoe weinig heb je entertainment hebt gehaald? Hoeveel? Kijk je ook veel films en die shit. Ja. Oh. Ik snap nog niet waarom ik hier zoveel heb in science. Kom, we gaan het nog een keer doen. Ja. Nog eens wachten. Ja, ik ben maar nog eens. Hier ga ik een ander. Ja, maar wacht even. Dit. Aan iemand linken dat hij mee kan kijken. Wie gaat je dan nu wel linken? Iemand die ken. Niet voor u. Wat niet voor mij. Wat ga je nu zeggen? Wat niet van mij, wat gaan we zeggen? China. Pak maar toch 5 ronden. Ja, multiple controller. Allee. Wat kan ik kiezen?
Ik pak meer met een zwarte chef. Doe die gast, help mij. Ik kan de fotografen pakken, denk ik. Ik kan die ook pakken. Amai, eerst, what the fuck? Kijk, hier is die blond en hier is die brunette. Hier is dan eens precies een gothic. Oké. Ik heb dat fotograaf. Ja, pak gewoon met iemand. Nee, ik ga niet zo kunnen beginnen, ja. Ik ga niet terugpakken, dan kan ik weer lachen. Oh. Iemand die gaat meekijken, ja. Welcome back for another game of Trivial Pursuit Live. Ik hoop dat we deze keer van meer sport vragen. Als we deel te sport entertainment vragen krijgen, dan winnen we direct. As all. Technology, ja, biology, chemistry, space. It's all here in science and nature. Hoe de fuck moet ik dat weten? Ja, de Beatles, ja. Ik wist dat met z'n... Ja, het enige, ik dacht van mier, ik las mier, dus ik dacht van ik pak gewoon ends pakken, mier in het Nederlands. Van boos van de mier in de solo ecologist. Ik las mier, de mier is toch een ends. Dat is gewoon een pure gok. From the page to the stage, it's we gaan hier weer fucking tegen je weg, man. Urbanus. Nee, wat Urbanus? Goed, oh boy. Hoe de fuck moet ik dat weten? Ik ken niemand van die mensen. Ik raad ik ken echt er niemand van. Tom Wolf was het. Wie de fuck is dat? Ik heb het niet op Twitter wel. Film, music, oh, television, it's all Oprah in entertainment. Van Damme. Oprah? What the fuck? Boy, ik denk dat ik een zilveren jacket van die genomen hebben. En weg! Is hij dan kaal of wat dat hij een pruik nodig heeft? Customs and cultures, landmarks and places, geography. Allee, nou dat weet ik. New York! Hier jong. Zij zit daar gewoon Londen of zo. Ja, dit was direct eraan. Als dit nu gewoon allemaal wolkenkrabbers waren, amai, dan had het niet geraden. Congratulations! Ik vond wel af voor die chef een medaille op zijn nek. Here's your chance, player 2. Die chef weekspeel. Kom aan, sport! Hobbies and food, fun and games. Let's tackle sports and leisure. Ja, ik hoop dat we een fatsoenlijke sportvraag krijgen. Wat de fuck heeft dat met sport te maken? Dit is toch niks van sport? Dat is snoep. Sugar cookies tijd. Chocolate cookies. Ja, wat heeft dat met sport te maken? Chocolate cookies tijd. Dat heeft niks met sport te maken. Jij is een fotograaf met sport. Ja, wat heeft dat met sport te maken, dat ding? En dat. In fourth place. Hier laat. Ja. In third. Derde. Hey, als we op het einde weer allemaal van die entertainment vragen krijgen, dan win ik. Dat is dan hè. Ja. Wij hebben entertainment nodig om ons punten in te halen. Omdat we gewoon niks anders doen dan tegen kijken. Of spelletjes. Ja, of muziek luisteren.
And now let's check out our next round. Round two. Japanse pop of zo. Dat is het zo van. Close call. Time to check out what this round is all about. Take turns making the best possible answer. Dat doen we op het einde van de dag als we ons nog zelf een livestream kunnen doen. Try to pick the best of the remaining. What's the topic for this round, player 2? Weet wat ik moet kiezen. Entertainment. Eigenlijk is dat weer een punt, we kunnen scoren. Verlangen maar niks over belachelijke films, dat we niet kijken. Drama. Ja, hallo, ik ga het al verliezen. Ik ga gewoon de X-Files. Drama, IA, de. Pak de X-Files. Dat is geen drama. Het staat ertussen. Dat is science fiction. Het staat ertussen. Breaking Bad, the fuck. 24, dat is toch meer actie? Ik heb er ooit één seizoen aan gekeken. The West Wing, the fuck? Maar de X-Files heeft 16 Emmys gewonnen. Ik wist dat IR een van de grootste drama was. Is het niet met George Clooney? It's not over yet. Ja, dat bedoel ik. George Clooney heeft er toch ook dingen gezien. Dat is iets wat ik ervan ken. Ja. In 2013, Jennifer Lawrence zeker, omdat Zal die wel zijn? Ah, ik heb die ook. Ja. Pak dan niet gewoon, jullie zal wel de derde zijn, hè. Wat? Ik sta nummer 1! Wat film heeft hij gemaakt in 2013? Fuck, jullie zijn nummer 1! Kan dat? Wat film heeft hij gemaakt in dat jaar? Ik was Jennifer Lawrence wel in hoog met... Ja, ik was Jennifer Lawrence wel hoog betaald van het jaar. Rotten Tomatoes, oei oei. Ik heb een idee. Als die computer het niet verpest voor mij nu... Ja, godverdomme. Jamie Foxx. Die heeft niet echt een veel grote dingen hits meegespeeld. Die ook. Ja, Leonardo DiCaprio heeft er meer grote hits gemaakt. Rotten Tomatoes betekent van slechte films. Dat is niet IMDb. Huh? Nummer 2 wel. Catch Me If You Can. Ja, ik wist die film nog wel iets. Was in 2013, ja. Brad Pitt. Oh, ik mag eerst gaan. It's not too late to turn around. Kan niet blijven terug, anders heb je vergeten. Weekly viewers. Weet ook niet. Sunday Night Football heeft al heel veel kijkers. Maar dat nieuwste rating is wel anders. Dat is een tv-rating in Amerika. Ik pak gewoon Sunday Night Football. Ik weet dat er heel veel kijkers heeft, voetbal in Amerika. Verpest het niet voor mij. In 2013, de highest, hè? Ja. Ik denk, wat was hoger? Was dat niet pas uitgekomen? Dat was meestal pas uitgekomen dat jaar. Ja, dan is het dit. Ik weet dus dat voetbal in Amerika heel veel kijkers heeft. Als dat pas een jaar is. Kijk wat ik zei, hoeveel kijkers ding heeft. Voetbal. Yes! Fuck dat ik dat moet nemen. Ja, maar voetbal heeft meer kijkers als Big Bang Theory en First on the Winter is dan Walking Dead. Ja, Walking Dead was pas een jaar uitgekomen, dus dat verbaast me niet. Hè? Als dat pas uitkomt, gaat dan ook. Thanks for the update. Dat is Walking Dead, dat weet je toch, hè? Here's the final question. Best of luck with the next question, player 1. Oei oei. Sport. Sports en leisure. Een vraag over sport, hopelijk. Niet over chocola. Dat staat ook een lijstje erop. Kom aan. Kom aan. Godverdomme! Pak gewoon de broer van Hulk Hogan. Fuck. Pak gewoon die Ben Hogan, Hulk Hogan. Ik pak Walter Hagen wel. Als Ryan Tiger Woods dit niet is, hè, dan... Wie de fuck is Jack Nicklaus? Tiger Woods was ook het meest. Ja. We zijn wel aan het verliezen tegen die nummer van 7000, hè. Heeft hij al 7000? Great round! Ja, dat is goed. Ja. In 4th place... In 3rd. What the fuck, heb ik tweede? In 2nd. And in the lead. Kijk, die stukken, hoe gaan we die nog inhalen? Dat weet ik ook niet. Ik vind het dan niet. Echt een nestig. Stay on target for your next wedge.
Let's see what the next round is. Third round. It's Switchagories. Oh, ik dat ken Let's wel. Take a look at the rules. Als elke vraag is een andere categorie, snap je? Hopelijk is allemaal categorie die we kennen. Pick a category, player one. Entertainment. Ja. Ik wil een vraag over Schwarzenegger. Ik ook. What the fuck moet ik dan weten? Melinda, Bill Gates en Hawaii. Ik heb gewoon... Fuck die wel. Dat is precies allemaal country namen. Ik denk Johnny Cash. Willy Nelson. Amai, had hij niet meer geld toen in 1994 Bill Gates? Blijkbaar. Player 2, pick a category. Ah, fuck. History. Maar waarom houd je me altijd vast? Board game. Fortune. Monopoly. Game of Life is ook nog Game of Fortune. Ja, Monopoly. Nee, dat is gewoon een gok. Monopoly is heel populair geworden. Game of Life is ook heel populair. Monopoly is populair. Ja. Nou, dan gaan we de My Little Pony Monopoly in spelen. Nee. Je mag Fluttershy zijn. Everyone select the category. Player 3, it's time to check arts and literature. Me. Fuck. Wat papier, mache. Shoot a paper, zeker? What the fuck? Ja, ik heb Franse familie. Geen wonder dat je Frans kunt. Nee, ik heb nog een kokje. Time to switch categories, player history. Ja, hij heeft een message. Ja, zolang die dit is wat we kennen. United Nations. Ik weet het. Normaal moet hetgeen wat ik heb gepakt kloppen. Wat zijn ze dan? Denk ik ook. Die vlak is een blauwe wit. Ja, dat is een wit. Ja. Nee, dat is niet zo kennen. Kom maar, Ernesto, jong. Ik ga die zo nooit meer in, hè. Ik sta helemaal laatst, hoe de fuck heb ik dat klaar gespeeld? Player one. There are bonus. Geography. Ja, pak dat maar. Take a look at this. Oei, oei. Ja. Ik ken het. Ah, oh, kom maar, dat moet het wel zijn, hè. Een sombrero, hè? Dat moet ja. Ik kennen. Eigenlijk is een vraag die ik ken. En zo? I dance. Oh, I'm to the skinhead. Ja, Ernesto, fake. Well, here's an interesting development. Heeft hij nu zo'n Kanye West bril op zijn ding staan? Player 2, go ahead and pick your entertainment. Ja, zou dat ook kiezen. Alhoewel, history was goed bij mij de laatste keer. Oh. Aha. Oh. Was er iemand voor John Stewart? Blijkbaar. Gewoon. Ik vind dat nu grappig met Trevor Noah. Ja, dat is wel grappig. Hè? Better luck next time. Is er precies een alien uit die ogen zo groot? Ja. And what would you like as don't your bonus? Don't fuck me. Goed zo. Ja, MLB, ja. Wat is dat? Daarnaast blijft nog punten bijhalen. Last question of the round. Take your time, player 4. There are bonus points at stake. Sports and leisure. Oh. En nu is de vraag over normale sporten die wij kennen. Over boksen of zo. Huh? What the fuck? Daar ken ik niks van. Ik hoop maar. Die. Iedereen op pauze. Ja. What a round! In fourth place, in third,
in second. Ik hoor het in plaats omhoog gaan. Zit ik gewoon helemaal alleen, dan alleen. Ik zie gewoon een rats alleen. Ik heb gewoon een heks gebruiken. Ja, ja, ik denk dat ik wel iets kom. What's next? Grab bag blitz. Here's how it works. Dat hebben we nog gedaan. Oh, dat is hier een snelste om te schieten. What will this round be about, player one? Fuck. History. Keep on the beer. Oh, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Ah, what the fuck? Ah, ik weet een antwoord. Kom aan, kies iets. Ah, ik weet een antwoord. Ik weet een antwoord wat ik kan doen. Ja. Ah, fuck. Ik weet nog een antwoord. Ik zie er nog één. Dat ziet jij niet. Daar ben ik zeker van. Kaboeja. Fuck. Eigenlijk heb ik nog twee juiste antwoorden gehaald. Ik ben u. Ik ben al benad bij u. Dit is de ronde dat ik punten ga halen. Well, here's an interesting development. Ja. Ik ben Rocky, ik kom altijd op het einde zo terug met een comeback. The Woman Empire. Ah, kom aan! Het eerste wat ik wist. Ah, ik weet nog één. Bowling! Hij heeft een neus gevonden. Ja, maar ik heb hem al voorbij gestoken. Zo snel gaat deze ronde. Ik kom voor u, Ernesto. Ik kom achter u. Je kent dat niet, jong. Ernesto, die raakt altijd. Ranger. Dat was... Ranger was wel... Buddy. Ranger was... Was volgens mij de hond van Obama. Dat is iets wat ik weet. Lucky. Rex. Hey, we zijn eigenlijk... Zie je? Ik kan Ernesto wel inhalen. Oh, fout. Nee. Maar India? Wow, ik vind... Kijk, ik ben daar net zo aan het inhalen. Sina. Syria. Nee, ik weet het niet meer. Wat moet ik kiezen? België. België. Wel, ja, die had dit hierin genomen, dat weet ik nog. Kom. Ja, tuurlijk, Romania, hè? Kan toch niet. Dacht ik wel, Romania. Ja, Romania. Natuurlijk, Romeinse rijk. Nee, Roemenië is iets anders dan de Romeinen. Oh. Die hadden heel Europa. Kom aan. En hopelijk nu vragen van sporten dat ik volg. Wie is de UFC Light Heavyweight Champion nu? What the fuck? Fisherman? Ja, goed bezig. Niet zo wat ik kende. Sheetbat. Ja, dat goed ook. Hey, maar ik heb Ernesto al ingehaald. Hey, go. Kijk. Ja. Kijk. Ik ook. Kijk maar, ik sta op nummer 1. En ik volg je heel kort achter u. Dit is dus de categorie waar wij altijd kunnen terugkomen. Waar ze Ernesto van eerste naar derde. En ik van vierde naar tweede. Ja, Ernesto, ik ga. The show's not over yet. Time for our final round. Nu moet ik het opnieuw doen gelijk de vorige spel. Ik weet het niet van komen. Landmarks and customs, cultures and places. Kan ik misschien nog geluk hebben. Sorry, incorrect answers mean you're out until the next category.
Titi Kaka. Who is it going to be? Oh, too bad. One wrong answer and you're out until the next category. A wedge for the winner of the category. Yes, coming back. Oh, yeah. Dance, books, and plays. It's arts and literature. Wie the fuck? Sri Lanka, what the fuck moet ik weten? Sorry, incorrect answers mean you're out until the next category. Ik heb ook. Ja, nu moet ik tegen Ernesto, die gaat me inhalen. Ik heb er nooit van gehoord. Oh, too bad. One wrong answer oh, and you're out until the next category. Ik heb gewonnen. Ik heb 10 juist en ik win mee. En dan ben ik niet beginnen met grootste geluk hier in gokken. Blijkbaar. Prove your mastery of film, television and music. It's all entertainment. Hier, joh. Vince Gilligan, die ken ik niet. Dat is wel wat stupid. And the contest continues. Ik ken die comicboekseries. The tension is rising. Ja, Breaking Bad. Het ene van de bed geschreven en die wint er voor de tweede keer op rij. De Trivial Pursuit koning. Oh, oh, niet de koning, gewoon puur een chance. Nee, dat wist ik van die dingen. Ik had er gelezen in de krant. Ik heb die anders met die puur een chance gehad. De eerste had ik juist met die geografie. Met die bergje dingen zo en zo. Dat weet ik dat weet ik ook allemaal. Dat was mijn beste vak, middelbaar. Geografie. Het voelt toch goed om te winnen. Thanks to all our contestants for playing. We'll see you next time on Trivial Pursuit Live. Dit had ik wel elk. What the fuck, ik heb Science en Geography 100. Ik heb hier 84 Science. Twee tijdens. Oh, dat is Geography. Nee, uw Science en zo is ook beter als Entertainment. Dat toch niet, ik denk dat ik toch zo wel goed geraden. Ja. Oh. Dit was best lachen.